vreedzaam zijn. Het wordt pas gewelddadig als de politie geweld gaat gebruiken. En ik hoop dat de politie deze... Of Antifa. Ja, en je kan je afvragen waar die Antifa vandaan komt. Het zijn natuurlijk ook clubjes die betaald worden door Soros-achtige instellingen. In Nederland is het heel klein. In Duitsland en België hebben ze misschien meer invloed, maar in Nederland is Antifa eigenlijk een zeer marginaal clubje. Dus daar hoeven we niet ons heel druk over te maken. En wat ik ook mensen op het hart wil drukken, net als met BLM, Extinction Rebellion, et cetera, de mensen die daar staan, zijn misleid. Dat zijn zelf ook slachtoffers. Dus het heeft niet zoveel zin om tegen deze mensen te gaan vechten. Nee, praat met ze en respecteer hun denkbeelden, want de verandering van inzicht, dat heeft tijd nodig, dat heeft moed nodig. Dus het lukt niet in één keer om zo iemand in te laten zien dat ze daar voor een ander plan staan dan waarvoor zij denken dat ze er staan. Nee, dat klopt wel. Ik heb bij mij op de sportschool ook werken, trainen heel veel donkere jongens. Ik heb wel eens goede gesprekken mee gehad en hebben het al eens over Black Lives Matter gebeuren, weet je wel. Van Niels van vorig jaar. Ja. Ik zeg, luister, ik zeg, de top van Black Lives Matter, ik zeg, wordt betaald door een zekere George Soros. Ik zeg, ga maar eens een onderzoek, dan kom je daar wel uit. Ik zeg, die vindt gewoon in elk land een paar mensen die op geld belust zijn en die gewoon geen geweten hebben. Ik zeg, en die regelen het allemaal. Ik zeg, en jullie lopen er achteraan op je emotie. Ik zeg, maar wat jij zegt, je wordt verleid. Je wordt gewoon verleid en misleid. Ja, misschien is het zelfs wel andersom. Het streven van Black Lives Matter, zeker vanuit de Verenigde Staten met de rassensegregatie, die daar tot voor kort toch nog wel zeer actief was, die ook in de wet vast was gelegd, is het een logisch gevolg, eigenlijk een voortzetting van Malcolm X en Martin Luther King. Maar het probleem is dat de tegenstander heeft geleerd van dat soort bewegingen en dus heel snel infiltreert en zo'n beweging eigenlijk kaapt en omvormt. Dus dat is natuurlijk ook wat wij wel eens te horen krijgen van ja, jullie zijn controlled opposition, want jullie willen alleen maar met liefde en bloemen, et cetera. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven kijken naar niet alleen wie er aan de top zitten van een organisatie, want dan kan je de geldstromen gaan controleren. Maar ook, is de organisatie nog trouw aan zijn idealen? Want bij BLM hebben we in 2020 was het voornamelijk gezien, al die plunderingen en rellen, die hebben de zaak voor de rechten van de gekleurde medemens heel veel kwaad gedaan. Dus daar, dat had een wake-up call moeten zijn voor de mensen die daarin meededen van wow, wacht eventjes. Nu, wat wij nu aan het doen zijn, is tegengesteld aan de waarden en idealen die wij willen bereiken. Dus hier doen we niet aan mee. Hier stoppen we. In New York is het mooi om te zien dat tegenwoordig de pro-Trumpers en BLM samen demonstreren tegen de vaccinatiemandaat. Wil ik heel graag Black Lives Matters uitnodigen. Want ik denk dat aangezien hun protesten heel belangrijk zijn en door mochten gaan, dat het heel goed is om de inspanningen te bundelen. Want wat wij nu meemaken is eigenlijk wat Black Lives al een hele tijd meemaakt. Namelijk dat ze tweederangs burgers zijn en dat ze niet van de rechten genieten zoals wij die normaal wel hebben. En nu... nu wordt het duidelijk dat voor ons allemaal...